waarom worden we verliefd? En specifiek, waarom worden we op sommige mensen wel verliefd en op anderen niet? Laten we nu eens gaan kijken wat er gebeurt als we echt ons best doen om samen te gaan werken met een groep. En specifiek gaan we inzoomen op groepsbeslissingen. Wat gebeurt er als wij samen met anderen in een groep een beslissing moeten nemen? Al die stukjes informatie kunnen bepaalde stereotype beelden activeren. En je kan dus al een heel beeld vormen van hoe iemand is, puur en alleen op basis van hele, ja, korte stukjes informatie die je bijvoorbeeld online vindt. Los van zelfcontrole is nog iets anders heel erg belangrijk in het bereiken van je doelen. En dichter bij jouw ideale zelf komen. En dat heeft te maken met hoe jij jezelf ziet. Het geloof in een betere versie van jezelf.